Ja, inderdaad. Ook de VVD-politici die hebben heel veel zin in Prinsjesdag en de kleding die ze dan aan mogen. In het filmpje wordt het eigenlijk gezien als een soort van politieke catwalk. En vooral Erik Wiebes blijkt een natuurtalent. Ja, tijd voor Prinsjesdag inderdaad. Nou, ze hebben er zin in daar. En er worden heel veel mooie creaties gedeeld op het internet. Annie Schreyer-Pierik bijvoorbeeld van het CDA, die showt ook trots haar nieuwe jurk. De jurk is van Mart Visser en zijn moeder was ooit Kamerlid, Mary Visser. En Annie Schreyer-Pierik die draagt die jurk eigenlijk als eerbetoon aan die moeder van Mart Visser. Die is haar inspirerende voorbeeld, zegt ze. En Vera Bergkamp van D66 die is er ook helemaal klaar voor. Een mooie creatie met een mooie hoed die helemaal bij haar jurk past. Ja, toch even naar dat filmpje, Wouter. Wat denk je als je dat ziet? Je bent er stil van. Ja, ach, ik merk dat mensen moesten hier wel lachen, dus... Laten we het positief. Oh, Justine? Ja, ik vind het heel leuk. Voor Wiebes echt fantastisch. Kan alleen vandaag. Ja, precies. Ja. Alleen vandaag. Goed. Ja. In de oren geknoopt. Ja.